Een cold case is een onopgelost ernstig misdrijf, waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar is gesteld. In sommige gevallen duikt jaren na sluiting van een onderzoek naar een ernstig misdrijf nieuw bewijs op. DNA-sporen spelen namelijk meer dan vroeger een belangrijke rol bij het oplossen van misdrijven, omdat de technologie is verbeterd met de jaren. Nederland kent helaas op dit moment 1770 cold cases. In de afgelopen jaren. Zijn er 32 zaken opgelost? In deze video gaan we het hebben over de verdwijning van Tanja Groen. Een Nederlandse cold case-zaak die 30 jaar later nog steeds niet is opgelost. Het dossier van Tanja Groen is misschien wel een van de meest bekende cold cases van Nederland. Tanja Groen raakte vermist op dinsdagavond 31 augustus 1993. Op die avond ging ze naar een feest in Maastricht. Dat werd georganiseerd door de studentenvereniging Circumflex. Kort daarvoor is ze vanuit het Noord-Hollandse Schagen verhuisd naar een studentenkamer in Gronsveld, een klein plaatsje buiten Maastricht. Ze wilde graag gezondheidswetenschappen gaan studeren aan de Rijksuniversiteit in Limburg. Op de avond voordat het feest begon, voelde Tanja zich niet zo lekker. Ze was erg verkouden geworden tijdens de introductieweek in België, waar ze samen met andere studenten buiten activiteiten deden. Maar ondanks haar verkoudheid besloot ze toch om naar het feest te gaan. Ze fietste in haar eentje naar het feest omdat haar huisgenoot had afgezegd omdat hij ook verkouden was. Onderweg naar het feest belde Tanja nog met haar moeder vanuit een telefooncel. Op het feest droeg Tanja een blauwe spijkerbroek, een roze T-shirt met haar naam erop, een donkerblauw sportjack en zwarte schoenen met zilveren clips. Rond kwart over twaalf besluit ze naar huis te gaan op haar zwarte damesfiets van het merk Tiestown. Van het feest naar haar huis in Gronsveld is het ongeveer 25 minuutjes fietsen. Maar helaas is Tanja Groen nooit veilig thuisgekomen en ontbreekt sindsdien elk spoor van haar. Helaas werd haar verdwijning niet onmiddellijk opgemerkt. Haar medestudenten dachten namelijk dat ze bij haar ouders in Schagen zat, en haar ouders dachten dat ze bij haar studentenkamer in Gronsveld was. Op vrijdag 3 september, drie dagen sinds de vermissing, werden de ouders van Tanja Groen ongerust nadat Tanja niet op het station verscheen. Ze zou die dag worden opgehaald door haar moeder om twee uur bij het treinstation van Schagen. De ouders van Tanja hebben aangegeven dat het helemaal niets voor haar is om haar afspraken niet na te komen. De ongerustheid nam in de loop van de middag alleen maar toe toen de ouders van Tanja een telefoontje kregen van een medestudent met de vraag of Tanja bij hen verbleef omdat ze al dagen niet was thuisgekomen. De ouders van Tanja, Corrie en Adrie Groen, besluiten diezelfde middag nog naar de politie te stappen en op zondag 5 september, vier dagen na de verdwijning van Tanja, werd er een grootschalig politieonderzoek gestart. Familie, vrienden, medestudenten en buurtbewoners hielpen mee met zoeken, maar helaas te vergeefs. Ook tientallen politieagenten, een helikopter en drie speurhonden kamden het gebied compleet uit. De politie ging namelijk al vrij snel uit van een misdrijf omdat er geen enkel spoor van haar werd gevonden. Sinds haar verdwijning had het veel geregend, wat ervoor gezorgd heeft dat mogelijke sporen van haar verdwijning vroegtijdig zijn uitgewist. Tevens zijn de eerste 48 uur na een vermissing cruciaal. Maar omdat haar vermissing pas later werd opgemerkt, waren deze 48 uur al verstreken? Tanja werd geboren op 23 juni 1975 in Schagen. Ze stond bekend als een rustig meisje, die erg makkelijk in de omgang was. Haar ouders hebben aangegeven dat ze een heel blij meisje was en dat ze nooit problemen hebben ervaren in haar puberteit. Ze was erg pinter. Rond de periode van haar verdwijning had ze donkerbruin haar tot op haar schouders en was ze 1,70 meter lang. Aangezien de politie geen aansporingspunten had, richtten ze zich op mogelijke daders. In het begin van de jaren negentig waren er meerdere moordenaars actief in het zuiden van Limburg en België die uiteindelijk zijn opgepakt door de politie. Een aantal van deze mannen zijn verhoord door de politie, maar deze mannen ontkennen alle betrokkenheid bij de verdwijning van Tanja. Er is nooit een enkel spoor van Tanja teruggevonden. Alles wat zij bij zich had, is verdwenen. Onder andere haar fiets. Bankpas, ovidjipkaart, tas, kleding en sleutels. In 2012 werd er in de maas een fiets gevonden waarvan gedacht werd dat deze van Tanja zou zijn geweest, maar dit werd al snel ontkracht. De belangrijkste verdachte die in beeld is geweest bij politie, is Willem Smulders. Hij werd veroordeeld voor de moord van een 35-jarige vrouw en is bij verschillende zedenmisdrijven in beeld geweest. In zijn auto werden profielafdrukken gevonden van een fietsband. Het is nooit bevestigd of ontkracht dat deze afdrukken overeenkomen met de banden van Tanja's fiets. Verder blijkt dat de familie Groen en Willem Smulders vakantie vierden op dezelfde camping, waardoor het waarschijnlijk is dat zij op hetzelfde moment op deze camping hebben gestaan. Het meest overtuigende bewijs tegen Smulders zijn zijn eigen woorden. In de verhoren die hij over de tijd heeft ondergaan, heeft hij de volgende uitspraken gedaan. Ik kan u geen ja meer zeggen, omdat ik al die tijd tegen mijn vrouw en kinderen nee heb gezegd. En, op alle vragen die jullie stellen, kan ik antwoord geven. Soms denk ik, Wim, leegpompen. Schop het eruit. Ik weet zeker dat jullie nooit zo'n verdachte hebben gehad als ik. Hij heeft echter nooit een bekentenis afgelegd en er is ook nooit bewijs tegen hem gevonden. En inmiddels is Willem Smulders overleden. In de afgelopen jaren is er nog diverse keren gezocht naar Tanja, maar helaas zonder resultaat. In juni 2014 zijn in de bossen van Gronsveld een aantal botten gevonden die gelinkt werden aan Tanja Groen. Maar naar verder onderzoek bleek dit niet het geval te zijn. Ook is er verschillende keren naar de fiets van Tanja gezocht, dat was voor het laatst in 2012. In 2014 vond er nog een kleinschalige zoektocht plaats, maar wederom zonder resultaat. In het najaar van 2019 ontving het cold case team van de politie in Limburg informatie over de plek waar het lichaam van Tanja Mogelijk begraven zou zijn. Het team heeft deze informatie grondig onderzocht. Deze informatie leidde de politie naar een graf op een begraafplaats vlakbij Maastricht. Deze begraafplaats ligt op de weg waar langs Tanja Mogelijk terugkeerde vanuit Maastricht naar haar studentenkamer in Gronsveld. De politie heeft het graf onderzocht, maar helaas weer zonder resultaat. De zaak van Tanja Groen houdt de politie al vele jaren bezig en staat daarom prominent op de cold case kalender, die onder meer in gevangenissen en klinieken sinds een aantal jaren, wordt uitgedeeld. Diverse moordenaars werden door de jaren heen met haar verdwijning in verband gebracht. Zelfs de bekende moordenaar Mark Dutroux werd in verband gebracht met haar verdwijning. Hij liep op het moment van haar verdwijning namelijk nog vrij rond. Hij heeft tot de dag van vandaag altijd ontkend dat hij iets met haar verdwijning te maken zou hebben. Ook Peter R. de Vries besteedde volop aandacht aan het mysterie. Hij stond jarenlang in nauw contact met Tanja's ouders en stond hen bij als er nieuws leek te zijn in het onderzoek. Maar tot een doorbraak kwam het nooit. Peter R. de Vries leefde erg mee met de familie. Ook omdat hij het leed, de wanhoop en de teleurstelling bij Tanja's ouders, Corrie en Adrie Groen, van dichtbij meemaakte. Peter wilde er alles aan doen om te zorgen dat deze zaak opgelost zou worden, en daarom richtte hij op 23 juni 2021 een stichting op. Stichting de Gouden Tip. Hiermee hoopte hij door middel van crowdfunding geld op te halen dat uitgekeerd kon worden aan de persoon met de Gouden Tip. Het was een van de laatste publieke acties van de misdaadverslaggever voordat hij werd vermoord. Hij zette zich jarenlang in voor een oplossing van de zaak. Sinds de laffe moord op Peter. Is de stichting van naam veranderd, maar de doelstelling is uiteraard hetzelfde gebleven. De eerste zaak waar de stichting zich op richtte, was de zaak van Tanja Groen. In 2021 werd er maar liefst 1 miljoen euro uitgeloofd voor de persoon die de gouden tip had in de zaak rondom Tanja. Voor Nederlandse begrippen is zo'n beloning ongekend. Nog nooit is er zo'n grote beloning uitgeloofd in Nederland door de politie. Er kwamen duizenden tips binnen. Van Paragnosten. Meedenkers, amateurspeurders en goudzoekers. Al die informatie werd door de stichting en de politie van Limburg uitgezocht. Maar de echte tip zat er niet bij, waardoor de sluitingstermijn nog wat werd opgerekt. Maar ook dat leidde niet tot een doorbraak waarop het miljoen werd vrijgegeven voor andere zaken. Het is zeer triest dat er na 30 jaar nog steeds geen duidelijkheid is voor de nabestaanden. Zelfs 1 miljoen euro heeft niemand met mogelijke informatie over de streep kunnen trekken. De zaak is na al die jaren nog raadslachtiger geworden. Wie zit er achter de verdwijning van Tanja Groen? Leeft de dader nog? Of zat toch Willem Smulders erachter? Hopelijk komt er na al die jaren toch nog duidelijkheid in deze zaak. Wat denk jij? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.